Vlog 24 en deze week had ik me anders voorgesteld. Zeg, we waren van plan naar Ibiza te gaan, maar... Ik heb de waterpokken. Dus bleven we thuis. Niet erg, wel anders. Lust jij een lekker eitje? Zoals papa maakt of zoals mama maakt? Papa en mama. Nee, papa. Oké, ga ik maken. Om de pijn wat te verzachten, besloten we in Nederland wat leuke dagen te plannen. Het beloofde qua weer in ieder geval een heel mooie week te worden. En dan is Nederland natuurlijk gewoon een prachtig land. Mm. Alsjeblieft. Lekker. Hey, het is zover. Oh. Hey. Het is zover. 5000 likes. Oh ja, mocht je mijn vorige vlog niet hebben gezien, dat moet ik even uitleggen. Ik heb een verrassingslied voor Annemarie gemaakt. En ze vond hem zo mooi dat ze het lied wel wilde delen met jullie. De belofte was dat als die vlog 5000 likes zou halen, wij het lied op dit kanaal openbaar zouden maken. Bij meer dan 5000 likes, dat heb ik nog nooit gehaald op mijn kanaal, dan gaan we het liedje openbaar maken op dit kanaal. Dat zeg ik dus net. 5000 likes. Ik weet niet gek dat dat liedje nou dan naar buiten gaat. Eigenlijk best wel. Wil je het nou wel of niet? Ja, nou, we hebben het zaad. Dus gaan we dat doen. En sneller dan je denkt. Abonneer je daarom op dit kanaal. Vink het belletje aan, zodat je meteen een melding krijgt wanneer het zover is. En damn, wat is dit raam vies zeg. Maar goed, we gingen dus leuke dingen doen in Nederland. Het is 23 graden, hè? Het is 23 graden. Ja. Koud kleur, hè? Ja, maar het is wel een binnengrens. Omdat het deze week ook nog eens mijn verjaardag was, trokken we erop uit en gingen we naar een heerlijk hotel in de Veluwe. Of op de Veluwe, wat is het nou? Altijd lastig. Kiki sneed nog even een gevoelig onderwerp aan. Je moet gaan zwemmen. Je hebt één diploma. Je moet gaan leren zwemmen. Je hebt alleen je A-diploma. Dat is niet goed. Je moet nog steeds gaan zwemlessen. Kom. Zet wel een punt. Eet het even. Wij gaan zwemmen. Ik dacht, dat vergeet ik gewoon. Voel je er niks weer om je B-diploma te halen? Alsjeblieft, mama. Samen met Kiki. En zo ontstaat er zomaar een idee voor een volgende vlog. Zo werd ik wakker. 16 mei. Mijn 38ste verjaardag. Wat een cadeau, meteen. 38. Poeh, ik weet het niet hoor. Je kijkt toch de 40 al in zijn reet. 38 vandaag. Hallo? Ja, ik moet het even verwennen. Op zich zag ik het al aankomen. Ja, dat wel natuurlijk. En jij die versierd? Niet? Hoe ken ik het dan? Langs op afvaring. Hyper de pink. Het was een uitstekend idee om wat leuke dagen te plannen. Al was het alleen al om de nachten daarmee te vergeten. Maar gelukkig is er altijd nog Sprookjeswonderland. Gek op sprookjes. Dit is voor kinderen, dat weet je. Wat doe je? Terwijl Kiki aan het besluiten is of ze wel of niet van een glijbaan durft, bedenk ik me, er zijn in Sprookjeswonderland, dus het gaat over sprookjes, maar ik vind sprookjes veel te eng. Nee, maar echt, we hebben zo'n dik sprookjesboek met 100 en zoveel sprookjes.
Dan gaat er altijd iemand dood. Of Hans en Grietje worden achtergelaten in een bos. En die worden dan door een heks wel of niet opgegeten. Ja, daar is ook een film van trouwens. Ja, maar dan ben je dat aan het voorlezen. En dan denk ik, ja, maar nou gaat ze niet slapen. Als ik dit echte verhaal nou vertel. Dus ik ben altijd veel lievere variaties van sprookjes aan het vertellen. Ben ik dan mijn kind te soft aan het opvoeden? Nee, want met slaap wordt gewoon niet gesold. Met slaap wordt niet gesold, mensen. Hallo. Hallo. Tot zover vlog 23. Zoals gezegd, abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan. Like de boel als je hem leuk vond. En dan zien wij elkaar bij een volgende vlog. Bedankt. Doei.